Welkom bij aflevering 36 van Anisee. Ik zei het toch, met twee vingers in de neus gaan we bij Heerenveen winnen. Die Fries gleed uit in het strafschopgebied. Daar hadden ze niet gestrooid. Het was pechglad. Daarom kon Groeneveld scoren tegen Mulder. Die tweede kopte Taiwo er lekker in. Gelukkig hield hij zijn shirt aan. Ik wil de radiojongens van N1 nog bedanken voor het verslag van de wedstrijd. Het was super spannend. Domic alle wedstrijden in de basis en Delle hield de goede bal uit. Complimenten voor de ploeg. Er werd hard gewerkt. En volop in de aanval, dat zien we graag. Ik ken Emma alleen maar van de Emmentaler gatenkaas. Jori Loen en de dierentuin. Jori Loen, oud NEC'er, die speelt daar. Jammer dat hij het bij NEC niet had gered. Hij had een contract daar tot 30 juni. Het blieft in Nimwegen. Volgens RTV Drenthe komt NEC onverwachts. Nou, dat is niet waar. Want wij komen donderdag gewoon om 8:45 voetballen. Hoor. Trainer van Emma heet Dick Lekien, maar daar had hij geen geluk in. Wat een muts. Hij had van tevoren naar de verkeerde wedstrijden gekeken. Naar Roda en naar Sparta. Hij weet niet waar NEC voor plan is. Hij zei dat er wat te halen viel tegen NEC. Maar nee hoor jong. Vrijkaartjes voor de dierentuin. Een ponypark Slagharen. Haha, onze trainer, Ron de Groot, is vrijdag wel bij me wezen kijken. Maar die is ook slimmer. Ervaring. Allard Lindhout, 29 jaar en geboren in Warmond. Is wel een geschikte pief. Ik denk dat we daar gaan winnen. Kleine overwinning, 0-1. En thuis slachten we ze helemaal af. We vegen ze maar onze eigen bezems weg. Hou je en tot volgende keer hoor. Ik ben Boer Hans en ik kom met Drenthe en ik hol van disco.